Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een examenvlogje. Waarin ik even iets ga vertellen over mijn examen voor vandaag. Dat is denk ik wel leuk voor mede-VWO-leerlingen die momenteel ook hun examen zitten en dus dezelfde examens hebben. Die misschien zo eens hebben van: Hey, wat vindt Rick daar nou van? Of gewoon mensen die over een paar jaar hun examens hebben en gewoon willen weten hoe het gaat met mijn kutleven Dan ben je ook welkom bij de examenvlog. Um, ik ga de komende. Een paar dagen tot volgende week dinsdag Eén gameplay video per dag uploaden En daarbij dan dus één examen vlog Mits ik een examen heb die dag En vandaag had ik een examen Nederlands Wat een lekkere, enthousiaste introductie In ieder geval dan weet je nu wel maar één gameplay per dag Dus ik had vandaag Nederlands En het leuke is aan examens Ik heb nog nooit examens gedaan, maar als je helemaal klaar bent met je examens Kom je thuis Wacht je half uurtje, zet je lekker kopje thee Ga even huilen in bed klim je uit bed met heel veel hoop, ga je naar het internet, en dan staat daar meteen de antwoorden om je helemaal mentaal oh, ik heb het waarschijnlijk best kut gedaan idee te geven. En het toffe daar is, ik dacht, ik ga voor het internet, wat kan er allemaal misgaan? Veel. Uh, uh, ik had echt, I, I shit you not. Er waren een stuk, of er waren 20 vragen. 19 vragen, en vraag 20 is dan maak een samenvatting van een tweede tekst. Je hebt één hele lange tekst uit een het is best wel VWO, ja, een hele lange tekst. En dan krijg je allemaal diepe vragen. Wat betekent En overgedachten. En pim, pom, pauw En dan krijg je daarna een losse tekst. En daar moet je een samenvatting van schrijven. Van 160 woorden. En die is dan 18 punten. 18. Dat is bijna de helft van je punten. Met de samenvatting. En dan denk je, dat is makkelijk. Nee, niet makkelijk. In die 160 woorden moet je een heleboel punten verwerken. waar je die punten voor krijgt. Het is niet zomaar, oeh, samenvatting geschreven. Nou, is goed. Nee. Het gaat puur inhoudelijk om de dingen die erin moeten. Heel kut. Uh, in ieder geval, I shit you not. Ik heb alle multiple choice vragen goed. Vragen me niet hoe ik het. Nee, de eerste multiple choice vraag liep me meteen al helemaal vast. Had ik eerst. Uh, dat was dan de vraag. Uh, bevat deze tekst een anekdote en een veronderstelling? Een anekdote en een vooruitblik? Een anekdote en een. Uh, nee, en een veronderstelling en. Een vooruitblik, en ik, ik denk: Ah, oh, wat is dit? En dat ik eerst C en Toen kwam ik later dat ik A. Ah! En dan kijk, open ik de, de, de correctievoorschrift. Dus de antwoorden: En dan denk ik Ah. Ik had hem goed. Dus dat is chill. Het enige probleem is: er waren zo'n 50 punten te halen. En iedere multiple choice vraag is 5 punten. Dus ik heb de eerste 10 punten al binnen, wat natuurlijk hartstikke fijn is. Voor de rest zit je dus nog open vragen en de samenvatting. Het probleem met de open vragen is heel erg: de meeste open vragen zijn 3 punten. Gelimiteerd tot 20 woorden. Wat sowieso. Wat kut is. En is zo van. Oh, vier... en voor drie punten. Dus leg dit probleem uit met 20 woorden. 20 woorden is niet eens twee zinnen. Niet eens! Oeh! Hoe! Zouden we zo'n mooie zinnen? Examen Nederlands kan ik niet. Geen posten. Weet dat anagramstijl? Dat mag niet. Nee, mag niet. Um, dat is minder. Alleen het probleem is dan. Je krijgt één punt voor het eerste deel van het antwoord, een tweede punt voor het tweede deel van het antwoord En het derde punt voor het aantal de zin, de de, de zindelen goed doen, dus het aantal woorden goed hebben En een volledig goed antwoord En ik heb dan iedere keer eerste punt gepakt, tweede punt niet En dan krijg je uit dat fucking derde punt niet Als ik gewoon 100 woorden had gebruikt, had ik alsnog die eerste twee punten kunnen pakken Had ik alleen het derde punt niet, voor blijf onder de 100, blijf onder de twintig woorden maar omdat ik onder de 20 woorden blijf, verlies ik dat tweede punt. Dat is kut. Dat heb ik even kwijt. Dus ja, als je, als, je, als, je, als je het nog een keer opnieuw moet doen. Als je zoiets hebt van, hé, hey, dit is toch kut. Schrijf dan gewoon gigantisch veel woorden op. En dan kunnen ze je, je alleen op naaien voor dat laatste punt. Dus dat scheelt. <laughs> ik schrijf gewoon de hele tekst over. Van mijn part. Wel een beetje vermoeid, hè. Maar dat kun je doen. Um, waar ik voor de rest dan over ga praten, is dan bij het examen van morgen. Dat moet ik dan ook nog voor leren. Gelukkig heb ik morgen scheikunde. En doen jullie allemaal van, Oh, scheikunde, handig Rick, dat ken je vast vet goed, ga je vast een 10 halen. In eerste instantie was mijn ambitie inderdaad om een 9,1 te halen. Ik sta namelijk momenteel een 7,9, sta ik voor scheikunde, dan ga ik met mijn examen in. En als ik dan een uh, 9,1 haal, dan sta ik afgerond een 8,5, als je die twee welke erop telt. En dan deel de twee, want zo werkt het. Je hebt met je schoolcijfer en je examencijfer, het gemiddelde daarvan wordt je eindcijfer, Ja. Als ik dus een 9,1 af heb, een examen, sta ik een 9. Als ik een 7,1 sta, sta ik maar 8. Die ik ook wel graag wil. Dus in principe is mijn minimum dat ik me haal halen morgen 7,1. Wat ik echt heel makkelijk zou moeten kunnen halen. Want in die 9,1, daar gaat tijd in zitten die ik niet heb. Dus waarschijnlijk ga ik ergens tussen die 7,1 en die 9,1 inscoren. Ik ga zo ter voorbereiding eventjes 1 of 2 oude VWO-examens maken. Ik ga ook het hele boek niet meer inkijken. Uh, dit jaar hebben we al twee keer een toets gehad van oh dit is alles stof, yeah. En allebei de keer heb ik gewoon niet geleerd en een 8 gepakt Maar dan zie je dan weer, ja dat, dat is die 8 Rick, maar je moet die 9, je moet die fucking 9, niet die 8 Fuck die 8 voor scheikunde, die willen we niet uh, Dus ja, het idee is uh, zeg maar als ik hier een 8 verhaal En ik heb geen herkansing nodig om dit jaar te halen Dan ga ik misschien gewoon scheikunde herkansen om die 9 comedies nog te pakken Dan ga ik jarenlang leren kan ik doen. Maar in principe, als ik gewoon die 7,1 pak, ben ik al tevreden. Dan heb ik in ieder geval een nacht voor scheikunde. En dan heb ik verkouden. Dat was hem, denk ik. En dan kom ik morgen terug en dan ik praat over het scheikunde-examen. En dat is dan uh, leuk, want dan kan ik misschien voor ja, misschien serpent Science. Dat ik meteen het uh, scheikunde-examen erbij pakken en hem gaan uitwerken. Ik heb hem toch diezelfde middag gemaakt. Het is nog lekker fris in mijn kopie. In ieder geval, bedankt voor deze aflevering. Kom morgen weer terug. in een blik op mijn kutleven En kijk ook mijn gameplays, ze zijn best leuk. Vind ik zelf. Doei! Dat is raar, mensen. Bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog. En dan moet je doen van, oh, Rick, veel succes met je examens. Hopelijk zak je niet, want dan ben je echt een loser. Bedankt voor het kijken. Doei!